Goedemorgen iedereen. Uh, van harte welkom. Uh, nou, we gaan uh, het anders dan gewoon: is er een preek, maar we gaan vandaag een Bijbelstudie hebben. En ik wil toch vragen met mij eerst de Heer op te zoeken in gebed. Want u weet wel, uh, we kunnen zelf niks doen zonder God. En uh, met name als het gaat om zijn woord, dan moeten wij uh, de Bijbel echt uh, ja, eerbiedig bestuderen. We hebben het volgens mij ook in de Sabbatschool hebben we het behandeld dat uh, ja, als je de Here niet opzoekt, als je niet die eerbied hebt, dan zul je de schatten, de schoonheden missen in Gods woord. Dus laten we gaan bidden. Vader in de hemel, wij danken u voor uw goedheid en genade dat wij samen mogen komen hier. Deze mooie dag om uw woord te bestuderen en om heren, be u beter te leren kennen. Heren, wij willen u vragen of u ons wil leiden, of u ons wil zegenen deze ochtend. Of u ons verstand wil openen en ons ook wil leiden in uw woord. Wilt u mij vergeven onze zonden? Wilt u mij vergeven van mijn zonde? Wilt u ons vergeven van onze zonde, zodat er niks mag staan tussen u en ons, en dat wij alle eer en prijs aan u mogen geven? Dat is onze wens en beden, Vader, in Jezus naam. Amen. Wij gaan. Ons vandaag gaan wij ons bepalen bij een van mijn favoriete onderwerpen in de Bijbel, en dat is namelijk het onderwerp van gerechtigheid door geloof. En ik zou u graag willen uitnodigen de Bijbel ten, meer, ten eerste met mij open te slaan in de brief Romeinen. En ik ben graag een student van de brief Romeinen, van Paulus. We hebben het ook vanochtend gehad over dat Paulus brieven soms een beetje moeilijk zijn. Petrus beaamde dat. Maar er is ook zoveel schoonheid. Er is ergens een tekst en die zegt in spreuken, ik geloof spreuken 15, dat wat zwaar is. Of dat wat moeilijk te doorgronden is, is ook eervol. Dus er zit schoonheid in het uh, behandelen en bestuderen van soms moeilijke passages. Wij gaan ons bezighouden met het onderwerp rechtvaardiging door geloof. En dat gaan we behandelen of plaatsen in het licht van de Romeinenbrief. En dan gaan we een aantal teksten lezen. En dan gaan we allereerst naar Romeinen hoofdstuk 2, vers 12 en vers 13. Ik was nog aan het zoeken, maar hier hebben we het dan. En daar staat: Want zij die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan. En zij die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden. En dan staat er vervolgens: Niet de hoorders van de wet zijn immers rechtvaardig voor God. Maar de daders van de wet zullen gerechtvaardigd worden. En dan moeten we kijken naar vers 13. In vers 13 worden, al wordt allereerst gezegd, niet de hoorders van de wet zijn rechtvaardig voor God. Dus het hele idee van rechtvaardig zijn houdt in dat we rechtvaardig voor God moeten staan. En dan vervolgens wordt gezegd, de daders van de wet zullen gerechtvaardigd worden. Nou, heel belangrijk om te weten is dat het woordje rechtvaardigen. In de brief Romeinen wordt hier in vers 13 het eerst genoemd. Dus Paulus, die zet al de toon in Romeinen hoofdstuk 2, vers 13. Wanneer hij zegt: De daders van de wet zullen gerechtvaardigd worden. Wat houdt rechtvaardiging in? Het houdt in rechtvaardig staan voor God. Hoe kan een mens rechtvaardig staan voor God? Job, die zat met die vraag, uh, David zat met die vraag. Wie kan, hoe kan een mens nou rechtvaardig staan voor God? Wij doen allen verkeerd. Nou, als we gaan naar Romeinen hoofdstuk 3, we gaan daar verder lezen, Romeinen 3, vers, uh, 9, vers 19 en 20. En daar staat, wij weten nu dat alles wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn. Opdat elke mond gestopt wordt en de hele wereld doenwaardig wordt voor God. We zijn alle zondaren. En dan staat er in vers 20, daarom zal uit werken van de wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd worden. Hier zie je weer dat er staat, geen vlees zal gerechtvaardigd worden voor God. Dus, rechtvaardiging heeft te maken met onze positie tot God. Wat is onze positie tot God? Nou, hoe wordt onze positie tot God goed? Daarvoor gaan we naar Romeinen hoofdstuk 4 en wij zien het allereerst in vers 3, daar zegt de Bijbel, want wat zegt de schrift en Abraham geloofde God en het is hem tot gerechtigheid gerekend. Gerechtigheid wordt je toegerekend. Aan hem nu die werk wordt het loon niet toegerekend, maar naar genade, maar naar wat hem verschuldigd is. Bij hem echter die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Dus gerechtigheid is iets wat jou gegeven moet worden als een geschenk. Het is niet iets waar je voor moet ploeteren, waar je voor werkt, maar het is iets wat je ontvangt. En dan gaat Paulus door in vers 6 en dan gaat hij. David citeren. Nou, hij zegt zoals ook David de mens zalig spreekt. Nou, waar citeert Paulus David? Paulus citeert David in Psalm hoofdstuk 32. U kunt het thuis nalezen. Maar in Psalm 32 zegt David een en ander. En Paulus gaat nu wat David gezegd heeft, gaat hij hier bespreken in vers 7 en 8. En daar staat... Zoals ook David de mens zalig spreekt aan wie God gerechtigheid toerekent zonder werken. Welzalig zijn van wie de ongerechtigheden vergeven en van wie de zonden bedekt zijn. Dus wanneer Paulus nu, wanneer de Paulus nu David citeert om uit te leggen wat rechtvaardiging inhoudt, dan zegt hij dat rechtvaardiging houdt in dat een mens zijn zonden vergeven worden. En er wordt vervolgens gezegd van wie de zonden bedekt zijn. En nou nu is het heel interessant, want wanneer we het hebben over bedekt worden, bedekking, waar vind je dat terug in de Bijbel? Nou, laat me allereerst hiermee beginnen. Maarten Luther, toen hij dit vers las, zei hij, hoe kan het nou dat iemand zonden vergeven worden? Hij zegt, dat is heel logisch. Als jouw zonden dit zijn en het wordt bedekt, dan zijn je zonden als het ware er niet meer aanwezig. Vandaar dat je ook kunt spreken van vergeving. Er is vergeving omdat je zonden bedekt zijn. Maar dit als Adventisten, wij als Adventisten moeten meteen de alarmbellen gaan rinkelen. Want. Het idee van het bedekken vinden wij terug in het Oude Testament. In de heiligdomsdienst. Elke keer wanneer je bijvoorbeeld leest in Leviticus 4, in Leviticus 16, wanneer er wordt gesproken over verzoening. Het woordje verzoening in het Hebreeuws is kipur. En daar, Yom Kippur, daar krijgen we ook de grote verzoensdag van. Maar kippeur betekent bedekken. Dus. Het idee van bedekken vinden wij weer terug in de Grote Verzoensdag. En hoe werd dat nou gedaan? Hoe werd dat, ik, ik, ik zeg de Grote Verzoensdag, maar bedekking van zonde vond niet alleen plaats op de Grote Verzoensdag, maar ook gedurende heel het jaar. Want de priester die nam bloed en die streek het aan de horens van het altaar. Maar de Bijbel zegt in Jeremia 17 vers 1... Dat onze zonden worden opgeschreven aan de horens van ons altaar. Dus op de horens staan onze zonden, maar op het moment dat de priester het bloed neemt van het offerdier en de horens als het ware besprenkelt of daarmee insmeert, worden je zonden die opgesteken staan op het de horens, worden nu bedekt. En dat idee, waardoor bijvoorbeeld een pionier als Heskel, werd dit uitgelegd als, je hebt de boeken waar je werken in staan, zondige praktijken onder meer, maar God die gaat je vergeven door die zonde als het ware te bedekken met Jezus bloed. Je zonde die opgesteken staat in het boek des levens, Jezus neemt zijn bloed en als het ware be bedekt hij die zonde. En zo kunnen wij vergeving ontvangen. En op de grote verzoensdag, wanneer de uitdelging der zonde plaatsvindt, worden de zonden uitgedeld. Dus als we teruggaan naar Paulus in Romein hoofdstuk 4. Vergeving houdt in het bedekken van de zonde. En wij als Adventisten kunnen dit weer verbinden met de heiligdomsleer. Want daar wordt de zonde echt bedekt. Paulus gaat verder door uit te leggen wat rechtvaardiging nog meer inhoudt. Want wij hebben Paulus gebruikt telkens een paar woorden wanneer hij praat over rechtvaardiging. Hij praat over het zelfstandig naamwoord rechtgerechtigheid, dat is dikiosine. Maar hij gebruikt ook het afgeleide werkwoord namelijk dikio. Dus wanneer Paulus in Romeinen 4 praat, gebruikt hij het Zelfstandig naamwoord sine gerechtigheid, die toegerekend wordt. In Romeinen 2 gebruikt hij het werkwoord dikio, gerechtvaardig worden. En in Romeinen hoofdstuk 6 gaat hij weer het werkwoord dikio gebruiken. En dat past hij op een bijzondere manier toe. In Romeinen 6, vers 7, daar staat. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonden. En de statenvertaling is de enige vertaling die, in het Nederlands die ik ken, die het correct heeft vertaald. Want daar staat in de statenvertaling: staat gerechtvaardigd van de zonden. Dus Paulus die gebruikt het woordje dikio hier in Romein hoofdstuk 6 als rechtvaardigen. Maar in welke context? Nou, Romein hoofdstuk 6 gaat over het afleggen van de zonde. We lezen dat in vers 6. Dit weten wij toch dat onze oude mens met hem gekruigd is, is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden. En wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. En dan gaat Paulus verder, want wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde. Dus hier wordt gerechtvaardiging. Verbonden met een verlossing van de zonden. En dit is een heel bijzonder concept. Want rechtvaardiging werd door de hervormers alleen uitgelegd als een declaratie, een verdict, een uitspraak. God rekent jouw gerechtigheid toe en je bent rechtvaardig. Maar nee, volgens Paulus zelf wordt het woordje rechtvaardiging genomen en geplaatst in de context van verlossing van zonden. En dan is het goed om stil te staan bij de voorzetselwoordgroep van de zonden, want van de zonde is het in het Grieks apotis hamartias. En bijzonder daaraan is het woordje apo, dat is een voorzetsel. Dat had namelijk, in het Oud-Grieks had het namelijk de betekenis, of werd het, uh, in, uh, je had een bepaalde modussen of wijzen, dat was in de ablatief, en dat betekent verwijdering van. In het Nieuw-Grieks is die nuance is overgenomen door een ander uh, uh, grammaticaal aspect, namelijk de genitivus. Maar je had vroeger, had werd het dus met de ablatief, wanneer Appel werd gebruikt, dan werd de ablatief genomen. En dat betekent verwijdering van. Dus Paulus heeft het hier over: je bent gerechtvaardigd van de zonde. Van de zonde. Je wordt een scheiding gebracht tussen ons en de zonde. En dan is het hier zo mooi dat zuster White zelf, die zei dat. De vergiffenis van zonde is niet alleen een, 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 uh, een declaratie, maar houdt ook een verwijdering van de zonde in. Het houdt in dat je hart veranderd wordt. En Paulus die legt dit hier in Romeinen zo duidelijk uit. We kunnen nog een tekst lezen die daarover gaat in 1 Korinthe 6. 1 en dan lezen wij weer hoe Paulus het woordje gerechtigheid of dikio gebruikt. In Corinthus 6, vers. Even kijken. 11. En Paulus, goed opletten. Paulus gebruikt het woordje dikio, betekent rechtvaardigen. Maar hij gebruikt ook een ander woordje, en dat is hagioso En dat is het woordje voor heiligen. Maar hier lijkt het alsof Paulus heiligen en rechtvaardigen. Als synonieme gebruik. Hij zegt, sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoon gewassen, vernieuwd, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus en door de Geest van onze God. Wij weten dat uh, heiliging vindt plaats door de Heilige Geest. De Heilige Geest die heiligde de mens, volgens 1 Petrus 2. Maar hier wordt. Rechtvaardiging ook verbonden met de Heilige Geest. En ook weer verbonden met geheiligd worden. Dus hier zie je dat Paulus in het idee van Paulus. was, recht, was het woordje dikio gerechtvaardigd worden. Was niet alleen maar rechtvaardig verklaard worden. Maar het houdt ook in dat jij veranderd gaat worden. Maar nu zullen er sommigen zeggen: maar wacht eens even. Is dit ook niet wat het pausdom leert? Want het pausdom, wat leerde het pausdom nou? Nou, heel duidelijk, het begon bij Augustinus. Augustinus, die las ook Romeinen en die las Romeinen hoofdstuk 4. We kunnen gaan naar Romeinen hoofdstuk 4. En ja, we leggen nu een beetje een basis. We gaan, we gaan tot een aantal mooie dingen komen, als het goed is. Mogen de Heer ons helpen. Maar dit is wel hoe de katholieke kerk het uitlegt. Nou, Romeinen hoofdstuk 4 lezen wij vers 5. Bij hem echter die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt. Nou, Augustinus las hier dat God de goddeloze rechtvaardigt. Nou, Augustinus was geen student van het Grieks. Ja, de enige Bijbel die hij had was in het Latijn. En in het Latijn wordt het Griekse woordje rechtvaardigen, dus dikio, wordt vertaald met justifico. Maar justifico in het Latijn betekent niet zoals in het Grieks, rechtvaardig verklaren. Want de meeste keer dat Paulus het, het woordje rechtvaardigen gebruikt, wordt het genomen als een verklaring. Alleen in. Uh, Romeinen 6 en 1 Corinthus 6 wordt het gebruikt als een verwijdering of verschoning van de zonde. Maar meestal wordt rechtvaardiging gebruikt als een verklaring. Maar um, um, Augustinus ging zich baseren op het Latijnse woordje justifico, wat de vertaling was van het Griekse woordje dikio, rechtvaardigen. Alleen is het zo dat in het Latijn betekent justifico niet rechtvaardig verklaren, maar rechtvaardig maken. Dus toen dacht hij: aha, God gaat de goddeloze rechtvaardig maken. Dat houdt dus in dat hij niet de goddeloze rechtvaardig gaat verklaren, maar hij gaat hem werkelijk rechtvaardig maken. Dus vandaar dat voor het pausdom was rechtvaardiging door geloof. Meer een zaak van geheiligd worden dan vergeven worden. Daarom kwam het pausdom ook met ideeën als eerst goede werken doen. En hoe meer goede werken je doet, hoe gerechtvaardiger je wordt, hoe beter je wordt, hoe meer je vergeven wordt. Maar nee, zeiden de hervormers, nee, wij worden gerechtvaardigd op basis van ons geloof, ook al hebben we nog niets gedaan. Uh, 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 Maarten Luther die kwam met die, met, die, met die bekende uitspraak: Simul Justus et Peccador. Dat betekent tegelijkertijd een zondaar, maar ook tegelijkertijd rechtvaardig. Maar de katholieke kerk zag het anders. En er was er nog iets anders wat zij deed. Wilt u met me gaan naar Handelingen hoofdstuk 3? We gaan naar Handelingen hoofdstuk 3. We gaan het even zien. Handelingen 3, vers 19. Maar we moeten er niet te lang bij blijven hangen, want er is meer. Maar Handelingen 3, vers 19 zegt het volgende. Kom dus tot één keer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heer. Nou, Adventisten moeten één ding weten. Dit vers is niet iets wat nu al plaatsvindt. Dit vers is iets wat plaatsvindt in de laatste dagen vlak voor Jezus' komst. En daar is een reden voor. Want Paulus praat in vers 19 over komen tot inkeer en bekering. En dat de zonden uitgewist worden en de tijden van verkwikking. Maar dan moet je goed opletten in vers 20 daar staat. En hij, Jezus Christus, zal zenden die tevoren aan u verkondigt is. In vers 20 wordt gesproken over de wederkomst van Jezus en in vers 19 worden de gebeurtenissen genoemd die plaatsvinden voorafgaand aan Jezus' wederkomst. Dus handelingen 3 vers 19 en 20 hebben vooral te maken met eindtijdgebeurtenissen. Maar nu is de, het, het, de katholieke kerk gebruikt dit vers en zegt, jongens, hier staat dat de zonden uitgewist worden. Dan is nog een vraagje, wat leggen wij altijd uit als Adventisten, waar worden zonden uitgewist? Nou, er is maar één zaak waar daarover gesproken wordt, In, neem bijvoorbeeld uh, um, handen, um, openbaring 3 vers 5. In openbaring 3 vers 5, daar zegt uh, zeg Johannes, hij die overwint, zijn zonde zal, of uh, hij die overwint, zijn naam zal niet uitgewist worden uit het boek. Des levens. Het woordje uitwissen is precies hetzelfde woordje dat Paulus of Petrus gebruikt in Handelingen hoofdstuk 3. Dus wanneer wij als Adventisten denken aan het concept van uitwissen of zonde uitdelgen, dan denken wij aan de zonde uitdelgen van het boek des levens. Het pausdom daarentegen nam dit vers en zei nee. Hier wordt gesproken over zonde uitdelgen uit jouw leven. Maar daar praat Handelingen hoofdstuk 3 niet over. Maar nu gaan we even de gedachtegang van het pausdom volgen. Stel je voor dat jouw zonde uitgedelgd wordt uit jouw leven. Dat betekent dat er geen zonde meer is in je leven. En het pausdom zegt nu: Als er geen zonde meer is in je leven, dan is het resultaat dat je vergeven bent. Dus het pausdom baseert vergeving op een letterlijke uitdelging van de zonde in je leven. Met andere woorden, dat betekent dat wanneer jij geheiligd bent, is er geen zonde en dat betekent de facto dat je vergeven bent. Maar nee, zeiden de hervormers, en nee, zegt de Bijbel en Paulus. Nee, je wordt gerechtvaardigd door geloof, gerechtigheid wordt je toegerekend. En die rechtvaardiging houdt in dat jij nu ook verlost bent van de zonden. En daarna ga jij een heilig leven leiden. Dat zien we ook terug in Romeinen 6. We gaan weer terug naar Romeinen hoofdstuk 6. En dan lezen wij vers 7 en 8. Want daar zie je de volgorde heel duidelijk. Paulus zegt, in Romeinen 6. Vers, uh, hoofdstuk 6, vers 7 en 8, want wie gestorven is, is gerechtvaardig van de zonde. Dikio, gerechtvaardig. En dan zegt hij in vers 8, Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. En wat is het gevolg als wij met hem zullen leven? Dan zullen wij vruchten dragen tot heiliging en zullen wij dus ook een geheilig leven leiden. Dus hier zie je dat Paulus rechtvaardiging voorop plaatst en daarna komt het geheilig leven. En zelfs suster White zei dat justification bereidt het hart voor om de zegen te ontvangen van sanctification. Met andere woorden, ze zegt gerechtvaardig, gerechtvaardig worden bereidt de mens voor om geheiligd te worden. En het pausdom die verandert die volgorde, die zegt nee... Geheilig worden is wat eerst gebeurt. En het gevolg is, omdat er geen zonde meer is in je leven, dat je nu vergeven bent. En dat is een wezenlijk verschil. En als je het idee van het pausdom volgt, ga je inderdaad baseren op goede werken. Want dan vraag je je af: heb ik wel goed genoeg gedaan? Heb ik wel voldoende zonde uit mijn leven? Want anders ben ik niet vergeven. Maar nee, we moeten beginnen bij vergeving van zonde, dat is heel belangrijk. Nou, we hebben nu gekeken naar de paar definities van gerechtigheid. Gerechtigheid houdt in rechtvaardig staan voor God. Het houdt in dat onze zonden bedekt zijn. Het houdt in dat er ook een verandering van hart plaatsvindt, waardoor wij een nieuw leven gaan leiden, wat resulteert in heiliging. Maar dan gaan we nog even wat anders bekijken. We gaan naar Romeinen hoofdstuk 5. Want het wordt wel eens gezegd dat. Het enige wat jij nodig hebt om het eeuwig leven te beërven, is gerechtigheid. En dat klopt ook enigszins. Als we gaan naar Romeinen 5 vers 21, daar staat, en we kunnen beginnen met vers 20. De wet echter kwam er nog bij, opdat de overtreding zou toenemen. Maar waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geweest. Opdat, evenals de zonde geregeerd heeft tot de dood... Zo ook de genade zou regeren. door gerechtigheid, weer het Griekse woordje dikiosine. tot het eeuwige leven. door Jezus Christus onze Heeren. Dus hier zie je dat Paulus weer het Griekse woordje dikiosine. en dat woordje gebruikt hij in Romein hoofdstuk 3. in Romein hoofdstuk 1. en daar in Romein hoofdstuk 4. en hij heeft het hierover gegeven rechtvaardig verklaard worden. Hij zegt, die rechtvaardiging geeft jou toegang tot het eeuwig leven. En zegt zuster wij dat ook niet. Zuster White zei dat justification is de titel die ons brengt naar de hemel. Maar ze zegt, heiligmaking maakt ons, geeft ons die fitheid om in de hemel te komen. Wat hebben we eraan als God ons rechtvaardig verklaart, maar we zijn niet in die conditie om ook in de hemel te kunnen vertoeven. Dan is de hemel een hel voor ons. En daarom gaat Paulus in Romeinen hoofdstuk 6, vers 22, zegt hij, Maar nu van de zonde vrijgemaakt en aan God dienstbaar gemaakt, hebt u uw vrucht, die tot heiliging leidt, met als einde eeuwig leven. Dus hier zie je dat Paulus wel duidelijk maakt dat gerechtigheid. Gerechtvaardig worden door geloof. is de titel tot uw eeuwig leven. Maar die heiliging. heeft als einde het eeuwig leven. Het is niet de basis van uw eeuwig leven. Gerechtvaardig worden is de basis. Maar heiliging is nodig. om ons die fitheid te geven. Nou, nu is de vraag. die heel vaak gesteld wordt. hoe zit het nou nu met het eindtijd gebeuren? Want wij we, we weten dat Jezus nu onze middelaar is. Maar er komt een moment dat Jezus ophoudt voor ons te bemiddelen als hoge priester. Wilt u me bijvoorbeeld met me lezen in openbaring 8. Openbaring 8 vers 3 en 4. Kun je het heel goed zien. Openbaring 8 vers 3 en 4 en daar staat... en openbaring 8 dat is zeg maar het einde van um, de, uh, de, 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 de zes zegels... Um, even kijken. Ja, dus hier in, vanaf openbaring 5 tot en met openbaring 7 en 8 wordt gesproken over de zeven zegels. En hoofdstuk 8, vers 1, 2, 3 en 4 praten over het einde daarvan. En er wordt gezegd, en er kwam een andere engel in vers 3, die met de gouden wierokvat bij het altaar ging staan. Aan hem werd veel reukwerk gegeven opdat hij dat samen met de gebeden van alle heiligen op het gouden altaar voor de troon zou leggen. Dus we zien hier reukwerk. Dit moet ons doen denken aan de heiligdomsdienst. En vers 4 staat, en de rook van het reukwerk steeg met de gebeden van de heiligen uit de hand van de engel op tot voor God. En Ellen White die citeert dit vers en zegt zo mooi dat reukwerk wat... Opstijgen met de gebeden, dat reukwerk staat voor Christus gerechtigheid, die samen vermengd wordt met onze gebeden, onze dienst aan God, onze goede werken. Het is namelijk zo dat de mens is zondig, dus zelfs onze beste werken kunnen namelijk een beetje uh, besmeurd zijn. En daarom hebben we zelf Christusgerechtigheid nodig. Dat zie je ook terug in het Oude Testament. Daar werd een spijsoffer vroeger gebracht. En een spijsoffer was een, een manier om onze toewijding aan God te uiten. Dat spijsoffer had ook te maken met de eerstelingen van de oogsten die je binnenhaalde en offerde aan God. Maar als je in Leviticus 2 leest over het spijsoffer, zie je dat bij dat offer. Van meelbloem werd ook reukwerk aan toegevoegd, wat gebruikt werd bij het reukwerkofferaltaar, en zout en olie. En wij weten dat zout, olie en reukwerk staan zijn heilige middelen. En dat werd toegevoegd aan het offer als een teken van ik doe mijn best. Maar de Heer die moet het echt perfect maken, moet het heilig maken. Maar wij weten dus in openbaring 8 vers 3 en 4 dat de, de engel die zit dus met het reukwerk en de gebeden en hij legt het op het altaar en dan in vers 4 wordt daarover gesproken en het stijgt op ten hemel voor God. En dan komt vervolgens in vers 5 en de engel nam het wierookvat, vulde dat met het vuur van het altaar en wierp het op de aarden en er kwamen stemmen, donderslagen, bliksemstralen en een aardbeving. En vaak wordt dit uitgelegd als het einde van Christus dienstwerk in ons belang ten behoeve van ons. Dus wij weten dat er een moment komt dat Jezus zijn werk op gaat houden als hoge priester. Nou, nu wordt heel vaak gezegd Wordt verwezen naar Romeinen hoofdstuk 3, vers 23. Want nogmaals, net hebben we gezegd dat we zelfs onze beste werken zijn besmeurd door zonden. En wij hebben Christus gerechtigheid nodig. En wij zijn, op dit moment, zijn wij nog zondaren. Wij, hebben, wij, 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 wij zijn niet volmaakt. Nou, Paulus. Die gaat dat bespreken in Romeinen hoofdstuk 3, vers 23. En we moeten dit vers goed begrijpen. Paulus zegt in Romeinen 3, vers 23. Um, en laten we, nee, laten we beginnen met vers 22. Paulus zegt namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus. Tot allen en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd. We hebben de gerechtigheid van God nodig, omdat wij allen gezondig hebben. En er staat er, en missen de heerlijkheid van God. Dus Paulus zegt in Romeinen 3 vers 22 en 23, dat wij die gerechtigheid van Jezus nodig hebben, omdat 1. wij hebben allen gezondigd, en 2. wij missen de heerlijkheid van God. En heerlijkheid, als je Romeinen hoofdstuk 1 leest, heeft te maken met karakter, met het beelddragen van God. Nou, nu is even iets heel belangrijks aan dit vers. In wanneer Paulus zegt, wij allen hebben gezondig, dat staat in de verleden tijd. Maar wanneer Paulus zegt, wij missen de heerlijkheid van God, dat staat in de tegenwoordige tijd. Dus je zou het zo kunnen stellen: wij hebben eertijds gezondig, maar zelfs op dit moment ontbreken wij, missen wij de heerlijkheid van God. Zelfs op dit moment hebben wij het karakter van God niet. Nou, nu zijn er mensen die dit vers dan nemen en ik moet zeggen, ik Schaarden moet mijzelf daar ook bij scharen, of ik schaarde mij daarvoor heen bij, maar ik moest tot andere conclusies komen. Maar er werd gezegd: Aangezien het woordje missen in het Grieks in de tegenwoordige tijd staat, houdt het in dat wij tot de wederkomst gebrek zullen hebben aan de heerlijkheid van God. Tot aan de wederkomst zullen wij Gods karakter niet hebben. Want heerlijkheid is het Griekse woordje doxa. En doxa betekent heerlijkheid, afstraling, karakter, een beeldenis. Dat missen wij nu, tegenwoordige tijd. En je zou bijna kunnen zeggen, als jij er een lijn erop trekt, als je het gaat extrapoleren, dat houdt in dat we tot de wederkomst die heerlijkheid ontbreken. Maar is dat wat Paulus ook bedoelt? Het antwoord denk ik dat we vinden in vers 24. En het, daar wordt gezegd in vers 24 en woorden om niet gerechtvaardigd. En hier het woordje rechtvaardigen is een deelwoord, maar dit deelwoord gaat weer samen met zondigen en het missen van de heerlijkheid. Nee, ik zeg het eigenlijk verkeerd. Ik moet het anders zeggen. Het woordje missen van de heerlijkheid van God is in de tegenwoordige tijd, maar in vers 24, wanneer Paulus het woordje gerechtvaardig gebruikt, is ook in de tegenwoordige tijd. En als je kijkt naar de, het uiteinde van het Griekse deelwoord gerechtvaardig worden, dan zie je dat het hetzelfde is onderwerp heeft als in vers 23, zij missen de heerlijkheid van God. Met andere woorden, het woordje missen de heerlijkheid van God en gerechtvaardig worden gaan samen hebben met elkaar te maken. En dat is ook logisch. Als wij nu Gods heerlijkheid missen, dan hebben wij ook nu behoeften aan rechtvaardiging. Dat God ons toch vrij pleit. Nogmaals, zoals we zo net hebben gezegd, als wij gebreken hebben, moet Christus gerechtigheid dat goed maken. En zolang wij die heerlijkheid missen, zolang wij zijn karakter derven, hebben wij die gerechtvaardiging nodig. Het is zo mooi in het Grieks hoe dat met elkaar verbonden is. Maar dan is de vraag, want die vraag hebben we zo net gesteld. Als Christus een keer stopt met onze hoge priesters zijn, hoe kunnen wij dan nog gerechtvaardigd worden? Want Christus gaat een keer opstaan. We hebben, een keer, we hebben gelezen in de Sabbatschool twee weken geleden, Michael gaat opstaan. Dan is er geen rechtvaardiging meer. Dus hoe, gaat, hoe, gaan, hoe moeten we dit oplossen? De mens derft nu de heerlijkheid van God... En hij ontvangt parallel daaraan gerecht, gerecht, hij wordt gerechtvaardigd, maar die gerechtigheid houdt een keertje op. Dus dat moet in dat wij ook niet voor eeuwig de heerlijkheid van God moeten derven. Als wij ons bepalen bij het derven van Gods heerlijkheid, moeten we stilstaan bij het feit dat het samen gaat met gerechtvaardig worden. Ze lopen parallel aan elkaar als eentje ophoudt moet die andere ook ophouden. Dus alhoewel Paulus zegt we, worden, we we missen nu de heerlijkheid van God, toch komen we tot dat punt dat we die heerlijkheid van God wel ontvangen. En wat is de oplossing? Wat is de oplossing om weer die heerlijkheid van God te ontvangen? We gaan weer terug naar de Bijbel. We lezen vers 22. Paulus zegt namelijk de gerechtigheid van God. Dat komt over allen. En in vers 23 zegt hij, want allen hebben gezondig en missen de heerlijkheid van God. Dus volgens Paulus is de oplossing om weer die gerechtigheid van God te ontvangen. Sorry, volgens, ik zeg het verkeerd. Volgens Paulus is het probleem dat wij de gerechtigheid van God missen. Maar hij zegt, de oplossing is. Christus gerechtigheid ontvangen. Als wij Christus gerechtigheid ontvangen, dan is dat het antwoord op het nu missen van zijn karakter. Maar is dat zo? Laten we gaan naar Filippenzen, hoofdstuk 4, hoofdstuk 1, en dan lezen wij vers 10, 9 en 10. Filippenzen. We gaan naar Filippenzen. En dan lezen we hoofdstuk 1. En dan ik zei 9 en 10, maar het is vers 11. En dan moeten we voordat we dit vers lezen, laten we even teruggaan naar wat we al behandeld hebben. We hebben vastgesteld dat het woordje gerechtigheid, het werkwoord gerechtvaardig worden, wordt meestal gebruikt in de context van een declaratie van vergeving. Mijn Romein hoofdstuk 6 wordt het verbonden met verwijdering van zonde, een vernieuwing. En als wij dat idee in gedachten houden dat gerechtigheid van God is niet alleen maar een verklaring, maar ook een vernieuwing van ons hart, dat gaat leiden tot heiliging, dan kunnen wij ook beter Filippenzen 1, vers 11 begrijpen, want daar staat, vervuld met vruchten van gerechtigheid. Wat was ook alweer de vrucht van gerechtigheid? Wat zei Paulus in Romeinen hoofdstuk 6 vers 22? Als wij vrij zijn van de zonde, dan worden wij dienstknechten van God, dienstknechten van gerechtigheid. En wat zullen wij als vrucht hebben? Heiliging. En dus wanneer Paulus praat over de vruchten van gerechtigheid, dan heeft hij het over heiliging. En dan zegt hij: die door Jezus Christus zijn. Die heiliging, die gerechtigheid zijn, tot je, zijn door Jezus Christus. Maar dan nu opletten waar Paulus mee afsluit. Hij zegt tot heerlijkheid en lof van God. Dus Paulus laat hier zien dat het begint met gerechtigheid. De vrucht daarvan heiliging, maar heiliging leidt weer tot de heerlijkheid van God. Dat is ook weer het Griekse woordje doxa. Dat is hetzelfde wat Paulus zei met, wij missen en derven de heerlijkheid van God. Dus volgens Paulus, wij, het probleem is, we, hebben, we missen het karakter van God. Maar door gerechtvaardigd te worden, door vrijgesproken te worden, door vernieuwd te worden in ons hart, zullen wij vrucht dragen tot heiliging. En heiliging leidt weer tot het karakter van God. Tot heerlijkheid en lof van God. Dus wanneer Paulus zegt: Jongens, wij worden nu gerechtvaardigd. Is het omdat wij nu nog dat karakter ontbreken? Maar wij groeien toe, als het goed is, naar dat moment. Waarin ons karakter wel vervolmaakt is. Waarin, zoals openbaring 22, vers 11 staat. Openbaring 22 vers 11. Daar staat. Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. En wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. En wie rechtvaardig is, laat hij nog meer. En hier staat bij mij meer gecursiveerd. Maar dat hoort er niet in thuis. Er staat: laat hij nog gerechtvaardigd worden. En wie heilig is, laat hij nog meer. Geheiligd worden. Jezus, wanneer Hij Zijn hoge priestelijk werk stopt, doet Hij een uitspraak. Hij zegt, Zij die heilig zijn, laten ze heilig blijven. Het woordje et die -woord gebruikt. en dat houdt in blijven, hier wordt het vertaald als nog. Laten ze nog gerechtvaardigd worden. Laten ze nog geheilig blijven. Jezus doet een uitspraak. Laat het zo gebeuren. En wanneer Hij die uitspraak gedaan heeft, is ieders slot bezegeld. En dan hoeft Jezus niet meer door te gaan om voor onze zonden te bemiddelen. Dan is het afgelopen. Waarom is het afgelopen? Omdat Gods volk is dan heilig geworden. En dat is dus ook waar wij dus bij stil moeten staan wanneer we het hebben over gerechtigheid door geloof. Gerechtigheid door geloof. Dat bepaalt ons bij Jezus, die ons vrijpleit nu, maar het eindigt niet bij een vrijpleiten, het verandert ons. Het heeft te maken met een vernieuwing. En die vernieuwing, die leidt tot heiliging. En heiliging zorgt ervoor dat wij de heerlijkheid van God weer ontvangen. En als we die heerlijkheid van God weer hebben hebben wij geen behoefte meer nodig om gerechtvaardigd te worden, want nogmaals, Paulus zei, die gerechtigheid van God hebben we nodig omdat wij de heerlijkheid van God missen. Maar als we die heerlijkheid van God weer missen, is er geen noodzaak meer voor gerechtvaardigd worden. En dit kan misschien soms een beetje controversieel lijken, maar het is wel wat de Bijbel zegt. De Bijbel zegt dat we groeien. En Ellen White zei het zo mooi: dat kleed wat we dragen, moeten we blijven wassen. totdat het zonder zonde is. Dat kleed van karakter moeten we blijven schoonmaken. totdat we dat punt kunnen bereiken. En wie zijn wij om te zeggen dat we dat punt bereiken? Ons wordt zelf verteld: zeg nooit, ik ben zondeloos. Zeg nooit, ik ben nu vrij van zonde. Ze zegt aan deze kant van de eeuwigheid, dus zolang we op aarde zijn, moeten we nooit zeggen ik ben zondeloos. Maar dat wil niet zeggen dat je niet zondeloos bent, want Ellen White zegt zo zelf zo mooi: "De mensen die God zondeloos acht, zijn de mensen die nooit van zichzelf zullen zeggen ik ben zondeloos." Dus we moeten uitkijken welke kant we op gaan. Maar het feit is wel dat er een einde komt aan Christus priesterlijk werk. Maar dat gaat samen met het vervolmaken van ons karakter. En weer het ontvangen van zijn heerlijkheid. En karakter. Dus, als wij dit in gedachten houden. dan kunnen wij ons gelukkig prijzen. Heel vaak wordt gezegd: we, zi we zitten in een periode. Maar dit is eigenlijk al de, de, de afgelopen jaren. Altijd, het is altijd al zo geweest. dat God. Ons alleen maar rechtvaardig verklaart, maar niet rechtvaardig maakt. Maar dat is niet wat de Bijbel leert. God gaat ook een oplossing zoeken voor het zondeprobleem probleem. En we mogen daar de Heer voor danken. En dat de Heer ons mag helpen dit verder te bestuderen. Ik ben er zelf nog een en ander mee bezig. Uh, ik, uh, ik, de laatste tijd ben ik me bezig met gehouden van hoe de katholieke kerk dingen ziet. Vandaar dat we ook besproken hebben hoe de katholieke kerk rechtvaardiging door geloof verklaart. En het is goed om bij die dingen stil te staan, want het pad van de waarheid en van de leugen zitten zo dicht op elkaar. We hebben gezien dat de katholieke kerk leert in vergeving van zonde en het verwijderen van de zonde. De adventkerk gelooft het ook. We geloven ook dat we bevrijd worden van de zonde en dat we vergeven worden van de zonde. Maar de volgorde is verschillend en op basis van verschillende teksten. Dus je ziet hoe belangrijk het is om geworteld te zijn in Gods woord. Om te weten waar wij staan. En hiermee wil ik dus afsluiten dat de Heer ons mag helpen om Zijn woord te blijven bestuderen. Om vast te houden. En ja, dat de Heer ons mag helpen daarmee. Uh, amen. Nog bidden. Uh, en mag ik voorgaan in gebed? Vader in de hemel, wij danken u voor uw woord, Heer Jezus. Voor de belofte dat zolang wij dat karakter ontbreken, Heer, dat u ons rechtvaardigt. Dat u zelfs bij onze beste bedoelingen ons meehelpt. Want Heer, wij beseffen dat wij. Dat uh, we mensen vol zonde zijn, dat we mensen vol gebreken zijn. We kunnen het niet alleen. Maar we danken u, here, dat u ons toch tegemoet komt. Maar wilt u ons helpen, here Jezus? Om niet alleen stil te staan bij wat u nu voor ons doet, hoe, hoe u ons ondersteunt. Maar dat we dag in dag uit mogen bidden en vragen om kracht om de zonde te overwinnen. Zodat we, Heer, wij toe mogen groeien naar het moment dat wij u van aangezicht tot aangezicht kunnen zien. Heren, we danken u voor uw goede tegenaden. U wilt ons dus alsjeblieft bijstaan, ook deze sabbat en ook de rest van de week. En dat we uw woord mogen blijven bestuderen. Want niet mijn woorden of wat ik gedacht heb zou correct zijn. Maar dat we het mogen beproeven. Dat we het zelf mogen onderzoeken, zelf erin mogen duiken. En heren, dat wij ons altijd vastklampen aan u. Want u bent degene die alles van ons gedaan hebt. Wilt u ons zonder vergeven ons gebed verhoren? In Jezus' naam bidden wij dit Vader. Amen.